Ik heb hulp nodig. Ik ben 89 jaar en ik heb twee lekke hartkleppen. En dus ik moet voorzichtig doen. Mag ook, ik kan dat zware werk niet meer doen. Ik kan de stofzuiger niet optillen. En ik kan geen hoge dingen doen, want als ik op de trap sta, sta ik te beven. En als ik erg bukken moet, dan word ik misselijk. Ja, ik heb gewoon hulp nodig. Ik hoop dat ze daaraan voldoen. Want ik ben natuurlijk, nou ben ik bij de arts geweest. Want ik denk, ik ben veel te gauw moe. Wat mankeer ik? Ja. En toen ben ik naar de artsspecialist geweest. En die heeft het natuurlijk geconstateerd. Ja. Hij zegt, maar ik wil u niet opereren. Want ik ben bang dat je dat niet haalt. Want door mijn hoge leeftijd. Wat gaat u missen straks? Ja, natuurlijk. Stofzuiger ging ik niet. Veel te zwaar. En ramenlappen, ja, dan moet ik op een trap. En dat durf ik ook niet meer. Of dat, want dan begin ik te beven. Nou, dat is ook gevaarlijk. Ja. Die hoge dingen. Ik kan ook niet ver lopen, want dan beginnen mijn benen op de zeer te doen. Ja. Wat zal er dan met uw huishouden gebeuren uiteindelijk? Geen idee. Ik probeer het wel bij te houden, maar zoveel mogelijk. Maar ja, nou ja, wat niet in, dat gaat niet. Klaar. Weet ik niet. Ik wil niet naar mijn bejaardenhuis.